Hetzelfde als het ook in het Westen is gebeurd met zo'n Zweedse DJ als Avicii en de Kurt Cobain, de Club van 27. Nou ja, daarom zei ik het. Maar goed, er zijn blijkbaar wel... Ten dele wel, maar wat echt wel een verschil is, en het is niet kwalitatief, maar kwantitatief, is dat zelfmoordcijfer in Korea is het hoogste ter wereld. Dit is een samenleving waar de druk extreem hoog is, waar de competitie echt heel heftig is. Het staat niet los van die cultuur. Het staat niet los van. Nee. Dus een prestatiecultuur dus. Een extreme prestatie. Daarom Zuid-Korea doet het natuurlijk extreem goed. En daar wordt een hoge prijs voor betaald. Het zijn niet alleen K-popsterren die jong zijn gestorven. Het zijn ook actrices en acteurs die jong zelfmoord hebben gepleegd. Het aantal jongeren dat zelfmoord pleegt is het hoogste ter wereld. De leidende doodsoorzaak van tieners, twintigers en dertigers in Zuid-Korea is zelfmoord. Ja, maar als je dus die training, het jarenlang opleiden, de workcontracten, plastische chirurgie zelfs, lees ik en hoor ik, komt erbij kijken. Dat is wat ik bedoelde met die assemblageband, zal ik maar zeggen. Die toch allemaal op elkaar lijken, maar ik bedoel qua methode. Ja. Is dat dan geen onderwerp van maatschappelijke discussie daar in dat land? Zeker. Ja. Ja, er wordt heel veel over gediscussieerd en men is erover eens dat dit anders moet. Maar het is een beetje, denk ik, als onze discussie over dat wij ons in Nederland, waar we het net over hadden, beter moeten wapenen tegen spionage. We doen het niet. We weten dat het wel moet. Maar hoe gaan we het doen? In Zuid-Korea is het niet anders. Het onderwijs moet anders. Er moet minder druk komen. De jongeren moeten gewoon prettiger levens kunnen leiden. Hoe ga je dat verwezenlijken? Dat is het punt. Ja, men weet het heel goed dat dit inderdaad anders kan. Zouden...